Hey kijkers van Ik Ben Je Game, vandaag weer een nieuwe video van Assassin's Creed 4. En ik moet me heel erg verontschuldigen, want er is echt al heel lang geen episode meer gekomen. Want mijn saves waren weg. Ik weet niet waardoor het kwam, maar ze waren opeens weg, dus dat is heel erg stom. Maar ja, ik heb ze nu weer met heel veel gedoe. Ik heb alles weer ingehaald, maar dat ging wel op zich wel snel. En ik heb ook iets leuks ontdekt. Bij mijn anime staat ook alle games van Assassin's Creed, of de boekjes. Zien jullie daar, is wel leuk. Maar dus we gaan snel weer verder in de animus en dan. En dan kunnen we dus weer verder in het piratenleven. Ik zal dan jullie een beetje laten zien waar ik ben gebleven. Of volgens mij, we gaan nu gewoon weer verder op hetzelfde punt waar wij waren. Oh, oké, wat is dit? I have an awful feeling about this. You'll be hurt out there. I couldn't handle that. I'll be careful, I promise. And when I'm flush with coin and set up, I'll send for you. I will. Is ze zwanger of dat is geen zo. I can't promise I'll come, Edward. If you leave on this fool's errand, I cannot promise anything. Don't give up on me, Caroline. Well, I need your faith the most. Whoa. Oh, what the? Dat ziet er altijd zo raar uit. Maar ja, oké, dat is best wel cool, maar ook wel raar. Oké dan. Ja, Edward wil dus bij piraten gaan. Heeft hij ook gedaan. Kom op. Laden, laden, laden. Oh, beter. Hij laat, gelukkig. Ik hoop dat ik niet lag. Oh nee, het valt op zich wel mee volgens mij. Just a short letter home. I reckon she's past caring anyway. Ik hoop het niet. Het zou wel vervelend zijn. Oh, you're a hard heart that be softer. Or soft in parts that should be hard. Oh ja, die dronken lap weer. And how is it you're so keen for his hard parts, Mr. Rackham? Oh. Was hij kan ons God goed of slecht? Oh, aye. Give me a small hint, like. Or a large one, if you're an upright gentleman. Open your hand. Oh. Who's shooting? Might be them ships sliding into port. Uh-oh. Jesus. Oh, yes! Wat gebeurt er? Maar dus, ik ben iets beter geworden met vechten, heb ik echt beter geoefend, want het was af en toe echt slecht, dat moet ik echt toegeven. Waar moet ik heen? Ja, oké, ik ga naar mijn schip, denk ik. Oh, nee, dat haat ik wel van deze game. Soms loop je ergens vast waar je echt niet vast wil lopen. Oh, daar is Kit, oftewel. Nee, dat is niet Kit. Mensen. Dat zijn mensen. Oh, oké. Zal ik een extra lange episode maken? Ik weet niet. Jullie verdienen het wel. Ja, oké, beter. Wat gebeurt er? Huh? En hij is dronken. Well, I'll be hanged. George is grown tired of our shenanigans. Who's the grim fella? That's Captain Woods Rogers. Not a man I want seeing my face. Oh nee, dat is die gast. We desire a parley with the men who call themselves governors of this island. Charles Vane, Ben Hornigold. Oh jeetje, dit wordt echt pittige fight. Come forth if you please. Hear about the king's pardon, I reckon. What the hell is Hornigold doing? Lily livid punk. Oh fuck. What are you man up to? Ik moet me mengen, misschien. I am grateful for your geniality, oh. I assumed our reception would be a trouble. Don't mistake my decorum for deference, governor. Oké, ik mag dus echt niet gezien worden. Very well put. And it's a
Ik wil ze even snel oranje hebben. Zo, nu kan ik ze volgen. Oh! Oh nee, kom hier. Oh, snel vechten. Even naar mijn zwaarden. Oké, ik ben er. Even kijken. Kan ik mijn geweer gebruiken? Het trekt wel veel aandacht. Maar ik heb ook nog maar één pijl. Waar praten ze over? Dat kun je bij de ondertiteling zien. Oh nee, dat zijn alle andere piraten. Oh, wat gaat er gebeuren? Dit is best wel spannend. Oké, volgens mij heb ik hier wel goed zicht. Zijn dat alle anderen of niet? Oh, dit is spannend. Oké, ik ga daar proberen te staan. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, waarom kan ik er niet op? Doei. Ja. Oké. Dit vind ik wel cool. Ik bedoel, we worden nu een beetje... Ik heb nu zeg maar ook zo'n gevoel dat je... aangeroepen wordt, maar dat je toch niet gezien wordt blijven. Net als verstoppertje vroeger, een soort van. Begrijpen jullie? Het is heel spannend, dat wel. Oké, okay, please, bullets, chill. Oké. Okay. Maar waar gaan we heen? Of... Vet cool. Ze zien me niet. Oh. Zo. Die gaat zichzelf vermoorden, denk ik. Nu heb ik alleen niets anders meer. Wat ik even snel ga doen is proberen om... Oh, wat de... Wat was dat? Oh, heel goed. Hij heeft voor mij gewerkt. Oké, ik blijf hier wel even zitten. Die man heeft voor mij die man dat gegoten. Dat komt heel goed van pas. En nog iemand waarschijnlijk. Ja, die pijlen. Ik hou echt zoveel van die pijlen. Maar nu blijven ze wel staan. Dus het is goed. Oké, dus gaan we verder. Even kijken. Moet ik hem? Zal ik hem doden? Die man daar bovenop? Oh, nee. Doe maar niet. Ja, dat is heel geweldig. Oh, nee. Snel even in de bosjes. Oh! Wat? Hier zijn geen bosjes. Wat is dit? Oh mijn god. Ik dacht dat er bosjes waren. Zo vaag. Oké. Oké, dat leek echt heel erg op bosjes. Dus ik dacht, Oké. Wauw. Zijn dit wel bosjes? Dat zijn bosjes. Goed zo. Wauw, rare bosjes. Zie je, dat lijkt wel een beetje op bosjes, maar toch niet. Oké dan, ze kloppen eindelijk aan. Ik weet niet waarom, maar het duurde pittig lang. Ja, ze kloppen nu aan. Ik denk dat ik ze daar straks had afgeleid, dus ik moest heel even reladen. Maar niet uit, gaat geweldig. Ik zit weer hier in de bosjes. Wat? Wij zijn geen apen. Hallo. Dat is wel gemeen. Maar moeten ze nu naar binnen? En wie zijn er allemaal bij? Eigenlijk. Ook Kit of niet?
Nou, het meisje. Het zou best wel stom zijn als ze nu doodgaan. Wat ik niet denk, maar... je weet maar nooit. Hide from sight. Oké, wat moet ik nu doen? Ik bedoel, moet ik mee naar binnen? Reach. Oké, top. Oké, nou, ik sta nu dus hier. We hebben ze net afgeluisterd en we moeten dus naar binnen toe. Heb ik slaap? Nee, heb ik niet. Oké, ik heb toevallig de manier gevonden hoe ik naar binnen moet. Ik zal nog heel even kijken of het hier ook iets sneller kan. Dit zou namelijk iets sneller gaan. Nee, dat kan dus niet. Hier ook niet. Nee, dan weet ik wel mijn weg. Dan moet ik even open. Dan moet ik even helemaal omlopen. Maar dat is geen probleem. Snel je daarop. Oh, het ziet er wel cool uit hoor. Daar is de Jackdaw trouwens. Ik heb trouwens die Jackdaw ook weer ongeveer op ons niveau geüpgrade. Met één goede upgrade. Ik heb de heavy cannons ingeschakeld. Zeg maar. Dan kun je dus korte afstand vlammende ballen afvuren. En die zijn echt heel goed. Oké, kijk of ik er langs kan rennen. Run. Oh, ik ben niet in stom gebied. Dus dat kan gewoon. Oké, nu ga ik even sluipen. Ik ga denk ik eerst even die schutter eruit halen, zodat ik heel misschien die pijltjes krijg. Berserk pijltjes of zoiets. Zo heet die. En dan heb ik gewoon sowieso geen last meer van. Oh nee. Snel. Yes, oké, die ziet me niet meer. Wauw. Even wachten tot dat weer goed is. Wat is... Oh, hey, dat is een animus fragment. Die kun je verzamelen. Maar dat is altijd heel moeilijk. Oké. Oh, nee. Nee. Oké, er komt geen bel, toch? Top. Dan laat ik deze maar. Even snel kogels. Ja. Oké, is hier ergens een bosje? Die bosjes heb ik nu even nodig. Oh, nee. Oh, dit is zo moeilijk. Oké, ik skip een beetje, zodat de episode niet te lang gaat duren. Oké, dan. Ik ben eindelijk weer invisible, een beetje. Een soort van. En ik moet me even goed oppassen. Oké, ik ga als eerste daarin. Oké. Hopelijk zien ze me niet. Oké, wie staan hier allemaal? Hoeveel mensen? Dan ga ik even fluiten. Oké, nou hij hoort me niet. Jammer. Hoe gaan we dit doen? Er moet één iemand naar me toe komen. Oké, dan moet ik in die hooiberg komen. Oké, even wachten tot die man... Ja, daar gaat. Oh, stoms. Ik haat ze. Die maken het heel moeilijk. Oké, even wachten. Oh, die is zwaar. Hoe doet hij dat? Oké, die heeft mij gehoord of zoiets, dus... Kom maar, hopelijk. Maar dan moet die andere man niet komen. Dan heb ik namelijk een heel groot probleem. Oké, het gaat goed. Even wachten tot het gele weer normaal is. Dus ja. Oké, deze neem ik ook meteen even mee. Ik hoop dat het weer goed is. Ja hoor, het is weer goed. Oké, dan gaan we snel verder zo. Oké, hier. Die schutter moet eigenlijk ook even uitgeschakeld worden, want die zit heel erg in de weg. Heb ik berserk pijltjes? Nee, oh.
Nou, kan ik hem nog uitschakelen ofzo? Ja, dan als hij omgedraaid staat, maar dan heb ik weer last van die. Nee, weet je wat? Als hij omgedraaid staat, ga ik gewoon snel free runnen. En dan hopen dat hij me niet ontdekt. Oké, nu. Ja, gelukt. Oké, dat is gelukt. Puikplan, hè? Hierboven staat er ook eentje. Moet ik ook even oppassen. Oké, dan gaan we daarheen. Ik ken deze weg nu best wel uit mijn hoofd. Want ik heb hem echt al zo vaak moeten doen. Voor een stomme schatkist die ik nog steeds niet heb kunnen pakken. kijk uit. Alsjeblieft. Oké, ga erop. Alsjeblieft, dank je. Is die stam niet hartstikke groot? Oké, top. Nou moeten we nu... Oh, wow, daar staat iemand. Even kijken hoor. Inhouden en hij is dood. Ik heb ook ontdekt hoe je dat beter doet. Je moet je muis echt inhouden. Anders werkt het niet. Oké. Bullets. Geen berserk. Jammer. Oké, nu moet ik... Ja. Oh, ik ben echt bang om ontdekt te worden nu. Ik ben best ver namelijk. Oké, het gaat goed. Er zijn hier mensen. Niet dat ik in één keer zie. Oké. Nee, dit is nog niet de weg. Daar moet ik zijn. Wow. Dit zou een stomme val zijn geweest. Zijn hier nog mensen? Holy shit. Kan ik me daar even schuilen of niet? Nee. Oké, dat kan niet. Dan moet ik deze pakken. Oké, het gaat goed nu. Oké. Oh yes, het lukt. Chill. Oké, het gaat lukken. Het gaat lukken. Oké, kan ik hier niet omhoog? Maar nee, kan niet. Oké, hoeft ook niet. Lukt hier al. Oh. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik geef je gelijk. Stoere jongen. Nee. Oh. Ik wou E doen van fluiten. Nou, en toen dropte ik bijna mezelf. Oké. Heel even, we gaan even kijken of hij daar is. Of de schutter daar is. Hey, daar hebben we een Animus fragment. Kan ik die al pakken of niet? Ja, die hebben we ook meteen. Chill. Oké. Hey, kijk eens aan. Dat ging goed. Oké, nog even snel die doen. Oké, jongens, het gaat goed. Ik ben echt een paar keer doodgaan omdat het niet lukte. Dus ik wil dat dit goed gaat. Oké, even wachten. Tot hij hier komt. Mama. Yes. Nieuw objectief. Ik verwacht dat ik hier wat moet doen. Oh ja hoor. Zo gaaf. Dat was zo geweldig. Oké. Het zou fijn zijn als ik ook meteen wat schatten kan vinden. Even kijken. Waar moet ik heen? Top. Dus je moet alleen updaten dat je dan in die hooiberg die man ook nog kan verjeren. Dat kan ik niet. Oh, die alarmbel. Nee, dat is best wel... Dat is best wel gevaarlijk. Ik kan het proberen. Oh nee. Oké, ik ben hier. Het lukt nog. Oh nee, ik kan er niet twee tegelijk in de bosjes werpen. Oké, het gaat goed. Please.
Ontdek me niet. Ja, je hebt gelijk. Kom hier, jij. Knuffel. Nu fluiten. Nu jij, kom maar. Ja, goed zo. Yes, dat ging goed. Oké, zal ik die bel doen of in één keer daarheen? Oh, er zijn zoveel mensen. Oh, ja, volgens mij moet het wel lukken. Oh, het is gelukt. Het is gelukt. We hebben ze. Wie ligt hem dan weer daar neer? Oh, dat is heel erg goed. Is Blackbird er ook? All of you will be confined in the sun. I am sorry for this. But in lieu of a public trial, this pardon is your best bet. The governor puts it far too bright, maggots. Take this message home. Accept the king's protection forthwith. Who zit achter de deur? Ik stretch your bloody necks. Peace, Commodore Chamberlain. We are messengers, not executioners. Not yet. Uh-oh. Please, ontdek me niet. Huh? Waar ben ik? Ik ben toch achter de deur? Oh, thank you, sir. Ik ben weg. Look on this as a stroke of fortune, lads. We should take the king's pardon and salvage what dignity we own. Peace. I'll be hanged before I surrender to that bobby. Check your head, Vane. We had here a rare opportunity, a chance to take okay. Some space and shape it into where a ben ik? Made and maintained by men of vision. But in 2 years we pissed it away. I won't make that mistake again. Where ben ik? It's truth is telling, and you whelps can't handle it. But you forecastle-headed fuddlers, see you at the gallows. You'll all be dead men! Bastards! I need a drink. Wauw. Maar waar ben ik? Waar ben ik? Oké. Okay. Oh, de alarmbel. Die kan ik sabotage, maar dit was gewoon veel makkelijker, toch? Oké. waar ben ik? Oh, ik ben daar. Hoi. Hoi. Oké, okay, nu moet ik escapen, of niet? Ik hoop het niet. Dat is weer een heel veel gedoe. Oké. Okay, ik moet weer hieruit komen. Yeah. Oké, nu ga ik wel proberen. Nu kan er niet zo heel veel misgaan. Wat? Ik ben in Nynemus. Nee, sabotage. Please. Yes, oké, top. Als ik nu word ontdekt, dan heeft het niet zulke grote gevolgen. Oké. Dan gaan we er snel uit hier. Oh, dit is makkelijk hoor. Maar ik wil het wel met stijl doen. Dus ik ga vanaf het hoogste punt een mooie cliff dive doen. Toch? Ja. En dan gaan we naar onze boot, denk ik. Of iets anders. Nou, misschien wel. Maar nee, we gaan niet naar onze boot. Naar het uitroepteken. Maar waar was Blackbird? Woe! Ga dan... Nee, ik wil... Wat? Waarom kon ik niet... Dat is grappig, want... Ik sprong dus, maar ik deed geen coole cliff dive. Ik ging gewoon een bommetje maken. Dat was wel vet. Vet cool. Dat was een hoog bommetje. Oké, daar is ons schip. En ik moet jullie nog echt een keer die heavy cannon laten zien. Want die is echt heel vet. En doet heel veel damage. Maar dan moet je niet te ver staan. Oh, ik heb alweer 5000, dus ik ga even kijken of ik mijn schip kan verbeteren. You require massives. Upgrades. Oh, ik wil hull armor doen. En dat kost heel veel. Kan ik nog wat anders? Kijk, heavy shot heb ik. Die is ook heel goed. Wacht. Nee, dan wacht ik gewoon even lekker. Wacht. Nee, wacht. Dan moet ik even een keer naar een andere winkel. Want ik wil mezelf natuurlijk ook nog een keer upgraden. Maar dat komt later even. We gaan even lekker naar het uitroepteken. Dat wordt dan deze laatste missie voor deze episode. Ik hoop dat jullie dit ook een leuke episode vinden. Een lekkere stealth episode. Land episode.
Rafa vindt land, Rafa ook iemand van Big Game, vindt land leuker dan op zee. Ik weet niet. Zee vind ik ook echt geweldig. Als je een leuke missie op zee kan doen, vind ik dat af en toe leuker dan op land. Nou, het is gewoon moeilijk kiezen. Maar ik vind zee tenminste niet stom. Echt, echt niet. Oké, daar gaan we. Wie is dat? Oké, de Gunpowder Pilot heet deze missie. Of, nou, volgens mij las ik het goed, hoor. Look at him. Turn cops. Makes me bloody ill to think on how many times I put up with Horny Gold. Oh ja, hij wil ons zeg maar niet in pardon gaan. Verily, you are a man of principle, Captain Horny Gold. A man I believe I can trust with my best ideas. Ja, ja. Faith and we'll survive this, Charles, with our pride intact. Well, that's confidence. You brewed a plan, I might get a taste of. Ik mag hem wel, hem. Die dronkenlap niet. I say we skip out tonight and regroup at my compound. Fair enough, what's your angle? Oh, dan gaan we naar zijn eigen eiland, dat is heel vet. Oh, dat is echt heel gaaf. If we nick some gunpowder and pine pitch, we can build a fire ship and send it straight at the blockade, blasting it to smithereens. Cool. Aye. We'll use Rackham's ship. Nee, nee, nee. Hem? Oh, die dronkenloop. Conscience is clear. Right. You got the gunpowder. Oh, ik snap het. Als Rackham die man erachter is, vind ik het goed, anders niet. Haha, vet gaaf. Oké, ik mag die man nu wel. Hij heeft humor. Oké, we gaan weer deze dingen verzamelen. En dan is het alweer het einde voor deze episode. Ik heb echt zin om verder te spelen. Wat? Oh. Woei. Oh, ik ben hier een verboden gebied. Ah. Oké. Kom maar. Zijn er nog meer mensen hier? Ah, jammer. Die was zo mooi geweest, hè. Als die was gelukt. Maar ik hield mijn muis niet ingedrukt, volgens mij. Oh, weg hier. Vet gaaf. Kan ik die bel pakken? Nou, mijn zwaarden zijn toch beter. Oh, die was heel nice. Maar dus zoals jullie hopelijk zien, ben ik iets beter geworden in vechten. ik ga zo meteen wel looten. Eerst even dit. Hey, oh, die heb ik al een keer opgemaakt. Jammer. Oh, dat was heel cool. Die was gelukt. Oh, hold to steal. Is het zoveel? Hoi, je moet dus echt, zeg maar, iedereen doden voordat je iets kan stelen, want zo lang duurt het dus. Oké. We gaan weer naar buiten. En de volgende drie pakken. Oké, gaat goed. Even denken hoor. Oké, we gaan dus snel daarheen. Ik moest even iets nadenken. Ik doe het eerst die, dan gaan we gewoon met de klok mee. Lukt wel. Oké, dan. We gaan verder. Kleine onderbreking, sorry. Oké. Ik ga dus alles pakken in het verboden gebied. Dat is wel leuk. Ik wist eerst niet dat het verboden gebied was. Oh, oh, oh. Nou, oké, dan wordt het vechten. Even snel mijn zwaarden pakken. Nou, ik wil niet iedereen. Oké, dat ging makkelijk. Wow, die was hard. Oh, pardon. Ik heb woordjes.
Ik loop gewoon midden door het slagveld. Dat is wel leuk. Nu jij nog. Dit is gewoon leuk. Ik bedoel, geen rechten en al die shit. Snel jou. Oh, ik vind die grote mannen zo irritant. Heavies. Wat? Ik wou jou als human shield, maar oké. Aardig. Nah, ik liep heel hard weg. Dat is ook gemeen. Even wachten. En mijn kogels gaan nu echt van pas komen. Nu ben ik boos. Dat is één. Oké, snel jou. Even. Oh nee, nee, nee. Oh, ik haat die schieters. Wat zijn ze toch irritant? Oké, snel reladen dan. Nou, ik had meer de blades even moeten kiezen. Oké, snel jou, kom hier. Lekker, eindelijk. Hier zijn echt kapot irritant. Maar oké, we hebben het nu in de tent. Oké, en dan gaan we snel de andere doen. Die is volgens mij niet heel ver. Wat? Ik heb hem toch? Ja, chill. Oké, dan gaan we nu snel daarheen. Die zijn volgens mij een beetje in dezelfde richting. En daar is een Animus dingetje. Een Animus fragment. Ah, oké. Nee. Oké. Het wordt even tijd om armor weer up te graden. Want ik ben nu bij het tweede niveau waar we ook waren. En het kan misschien wel beter. Wel fijn dat je armor niet kapot kan. Dat was bij heel veel Assassin's Creed wel, wat wel realistisch was. Was nog wel echt kapot irritant. Oké, daar gaan we. 2. Oh, leuk. Dat ging gesmeerd. Wow, wow, wow. Waarom kan ik dit gewoon? Snel even mijn zwaard selecteren. Oké, kom maar hier. We gaan even goed vechten. Oké, ik ga gewoon iedereen proberen af te slachten. Dat lukt wel. Oh man, die schutter is wel irritant, maar die helpt me nu eigenlijk wel ook een beetje. Oké, een nieuw item in Fable Multiplayer mode, dat komt zeker van pas. Ah, vette muziek zit hier echt achter. Ah, nee. Nee, ah. Lekker voor je. Top. Nee, oh, ik moet stealth zijn. Potverdikking. Wauw. Zoveel doden. Had dat niet een beetje op? Oh, yes. Yes. Berserk dart. Daar ben ik zo blij mee. Dan kan ik namelijk dit doen. Doei. Oh, ik zit hier vast. Wacht. Oh, haha. Oké, Berserk helpt me nu. Berserk gastje.
Ik moet hem nu alleen even een beetje verstoppen. Alleen een sleutel. Oh, hey. Dat is chill. Nee, oh, wat is dit? Kom op, reladen. Nee. Ah. Oh, kom op. Eén steen. Nu jou nog. Ik moet echt ook mijn kunst weer upgraden, of niet? Eindelijk. Oké, perfect. Oké, even snel de key pakken. En waarvoor is die? Is die... Loot the warehouse, doen we. Bullets, warehouse key, top. Waar is het warehouse? Oké, top. Het warehouse, daar zo. Oh, daar, top. Nou, dan hebben we meteen weer heel veel spullen om te verkopen en om coole dingen mee te doen. Wat hebben we allemaal? Wood, metal, clove, rum, sugar. Oh, die sugar die is heel goed, want die kunnen we verkopen en dat brengt zoveel op. Neem het mee. Oh, dit is ook echt zo'n coole animatie hier. Oké, dan gaan we snel de laatste doen. En dan is deze episode ook weer afgelopen. Ik hoop dat jullie het dan ook een leuke episode vonden. Maar we zijn er nog niet. Misschien gebeurt er nog wat cools. En duw. Ha, vecht. Deze zwaarden zijn zo goed. Die waren van Ezio. Omdat ik zeg maar Assassin's Creed 2 en 3 en ik heb er echt heel veel heb. Kan ik die zeg maar... heb ik die. Dat is heel erg leuk. Oh oh. Dat was misschien niet zo slim. Ik kon het beter stappen. Maar dat is ook gewoon leuk. Oh. Nou ja. Volgens mij had ze iemand anders weg. Oh, die bom komt wel van pas, denk ik. Zeg maar als ik nu een beetje op tijd wegren. Even wachten. Boom. Ja hoor. Dat heeft geholpen. Dus dat heeft zeker geholpen. Oh, die ligt in het vuur. Dat is niet zo lekker. Oké. Ja, gooi maar het midden van ons. Daar ben ik heel blij mee. Even zo een beetje weg. Even wachten. Oh, jammer. Niemand geraakt, maar maakt niet uit. Nee, auw. Oké, ik moet ook even beter... met die schoten omgaan, dat ik mensen kan gebruiken. Dat is kapot irritant. Oké, snel, jou. Nou, kom, waarom loopt iedereen weg? Dat is niet leuk. Kom hier, human shield. Dat hij dan nog ook schieten, dat vind ik zo raar. Dat is wel grappig, maar en handig, maar wel raar. Nee, hou op. Of stoop, man. Oké, het gaat wel lekker. Ja hoor, chill. Dat gaat goed. Oké, snel jou. Kom maar hier. En dit was nog niet eens het gebied wat ik moest gaan doen, hè. Oké, dat was een hevig groot gevecht. Oké, we gaan er snel heen. Oh, het ging simpel. Oh. Oké. Oh, die heb ik ook al. Dat gaat lekker. Oh, nice. Heel nice. Oké, snel jou even. Ja, we hebben hem. We hebben hem. We hebben hem. En we hebben hem. Yes, we hebben ze. We hebben alle vier de buskruid. Even snel kijken of er een filmpje is. Dat zou leuk zijn. Blowpipe Darts and Gods. Oh, één van de tien maar. Ja, ze waren op. Sorry. Oké, we gaan snel verder. De missies zijn echt leuk. We gaan snel naar het uitroepteken en kijken wat er is. Ik hoop dat we met die man die ook liever vechten wil. Of we daarmee iets kunnen regelen. Oké. Heel veel kleine onderbreking.
Oké, we gaan er snel heen. Nou, ik denk dat degene die een landepisode leuk vinden, dit helemaal geweldig vonden. Hoop ik ook. Oh, hiden we ons? Oké, snel kijken wat er wordt gezegd en ja, hoe we de volgende episode ingaan. Come on boys, you're lagging. Is this bloody hemp? Lieutenant. Oh fuck. Hi sir. Shit. His orders are to sink every goddamn pirate ship now anchored in that tonight. Nee, dat zijn mijn schepen ook. This is a direct order, soldier. You will take position on the grounded galleon and await the Commodore's further orders. Is that clear? Aye, sir. Oh, stel je voor dat nu elke piraat in opstand komt met zijn schepen en dat we hem echt met z'n allen uitvaren. Before he gets a chance to bar those orders. You think so? We're dead in the water otherwise. Alright, I'll kill him. I won't take no part in killing the Commodore. Not one of the king's men. Oh, okay, doei. We can't risk our good fortune. I'll be waiting for you. Okay. Ik moet dus een mannetje vermoorden, maar stel je eens voor dat we in de volgende episode dan stel je eens voor dat we in de volgende episode echt gewoon met z'n allen gaan uitvaren en met z'n allen schepen naast ons gaan uitvaren om die mannen te tegen te houden. Dat zal heel erg vet zijn, maar dat zien jullie allemaal in de volgende episode. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar Ik Ben Je Game. In de volgende episode zien jullie ook die volg. En ja, heel erg bedankt voor het kijken naar Ik Ben Je Game. Like en subscribe. En ik hoop dat jullie het leuk vinden dat er weer een nieuwe episode is van Assassin's Creed 4. Dus ja, doei!